En dan vraag je je misschien af, waar staat Gwen op dit moment? Ik sta op dit moment in de Ziggo Dome tijdens het aller tofste event op ADE 2013. En dan denk je, ja, ik kan het me niet voorstellen, maar het kan zijn dat je denkt, wat is dat nou Amsterdam Dance Event? Ik ben al de hele week op pad en we hebben een kleine recap gemaakt. Dan kun je nu naar gaan kijken. De aankomende 5 dagen is Amsterdam het decor voor Amsterdam Dance Event. Het grootste event op het gebied van dance ter wereld. Ruim 2000 artiesten, 75 venues en ongeveer 200.000 mensen die naar onze hoofdstad komen voor dit grote dance spektakel. Waarvan ook nog eens 40.000 toeristen zijn. Grote internationale, nationale DJ's tot een opkomend talent. Iedereen staat hier tijdens Amsterdam Dance Event. En ze draaien in de meest uiteenlopende muziekstijlen. House, dance, trance, electro. Voor ieder wat wil. Naast me zit de one and only Nicky Romero. Een jaar verder inmiddels. En wat is er allemaal gebeurd, joh? Een track met Rihanna gehad en David Guetta right now. Sowieso Ike Be The One is nummer 1 in de UK geweest, dus nummer 1 hit gehaald daarmee. Fantastisch, het label is gegroeid, alles, we hebben een nieuwe studio. Ik sta achter de draaitafels, jij gaat hier niet draaien, maar we gaan wel even gezellig kletsen. Hoe gaat het met je? Ja, lekker, ontspannen. Van de ene kant ben je eigenlijk een beetje die underground Amsterdam DJ met die toffe nieuwe track. Wat wil je? Ik ga hem wel de lijn een beetje daarin doorpakken, want het is gewoon een goede ingang. Er is vraag naar, weet je. Maar ik probeer wel mezelf uit te dagen. Ik wil niet de hele tijd hapklaar muziek gaan maken. Kortom, Amsterdam Dance Event is 5 dagen feest en het gaat nog tot en met zondag door. Op dit moment backstage in de Ziggo Dome tijdens de Star Club van Heineken. En op dit moment staan hier achter deze deur zo'n 14.000 mensen uit hun plaat te gaan. Terwijl Calvin Harris aan het draaien is. Tiësto komt nog veel meer namen. En ik wil jullie even wat laten zien. Loop even met me mee. We zijn namelijk backstage en we zijn live. Dit is niet live, maar vrijdagavond waren we live. En er staat hier een mooie straalwagen. En hier gebeurt het allemaal. This is where the magic happens. Er moet natuurlijk een hele hoop gebeuren, wil je live gaan. En achter deze deur, dit is echt verboden terrein voor mij, zitten allemaal mensen die steeds hierin zitten te schreeuwen. Nou, schreeuwen, ze zijn hartstikke lief. Dit is een oortje en dan zeggen ze 3, 2, 1 en we gaan erin. Interviews de hele mikmak. Hier is een heel productieteam aan het werken. Kom even mee, dit is echt vet. Live, jongens. Dit is As We Speak op tv. Het ziet er zo mooi uit. Ik was hier deze week al in de Ziggo Dome om te zien hoe het eruit zag, de opbouw. En ik stel voor dat we daar gewoon even naar gaan kijken. Nu is het nog een opbouw, maar uiteindelijk is het hier gevuld met ruim 14.000 mensen die helemaal uit hun plaat gaan. En toch eigenlijk wel komen voor de King of Electronic House Music, Tiësto. Ik sta hier met Fabienne van ID&T en jij kan mij vertellen wat hier allemaal is. Want ik zie een hele hoop mensen en een hoop decor, maar wat staat hier nou precies? We zijn nu daar een ledwand aan het opbouwen, waar uiteindelijk alle mooie shows worden geprojecteerd. Hier wordt een ster gebouwd. Deze ster staat natuurlijk symbool voor Heineken. En zal helemaal in de lucht getakeld worden en uiteindelijk zal het een special effect hebben tijdens de show. Ik kan je al iets prijsgeven, want ik heb er nu nog niet echt een beeld bij. Ik ben hier al vaker geweest, maar ik heb nog nooit iets midden in de Ziggo Dome gezien. Wat wil je weten? Ja, wat gebeurt er op die ster? Ja, er komen speciale lichten, lasers, vuurwerk en zal tijdens het showmoment zou daar het grote effect plaatsvinden. Dus voor artiesten superleuk en voor natuurlijk de bezoeker ook. En wat doe jij op de avond zelf? Ben jij dan aan het werk? Zal ik niet veel zien van de show. Ik ben voornamelijk backstage bezig met alle artiesten van A tot Z, van binnenkomst tot aan het aanreiken van drank tot dat ze arriveren bij het podium. Dankjewel Fabienne en heel veel succes vanavond. It's like that, so hit it up! Spetterende show. Hier is er nog iets speciaals, namelijk dit armbandje. En er staat daar iemand die mij daar veel meer over kan vertellen. Sebastian, hi. You're from a Canadian company, right? Yes. And you can tell me more about this bracelet. What does it do? What we can do is we light up those bracelets from afar, so that everybody in the crowd is swimming in pixel dots. Swimming in pixel dots. Yeah. And it has many colors. It moves to the music? Yeah, actually
as the show goes on, we change the color and the effects to match up the mood and the intensity of the DJ's music. Are you excited? Yeah, we're really excited for tonight. It's gonna be an awesome lineup. Ik pak even een rustmomentje hier backstage, want ik hoop niet dat je het aan me kan zien. Maar ik heb in twee nachtjes zo'n 4 uur geslapen, maar je hoort me niet klagen. Want tijdens Amsterdam Dance Event bruist Amsterdam. Heel veel vette feestjes die je eigenlijk niet mag missen. Dus ook vanochtend was het weer erg vroeg voor een pre-party van de Heineken Star Club. Gaan we nu even naar kijken. Hier achter me aan de Keizersgracht is eigenlijk het hoofdkwartier van Amsterdam Dance Event. Hier gebeurt het allemaal. Zoals je al ziet, er staan heel veel mensen op straat. Lekker te babbelen, bandjes op te halen, conferenties. Maar wij komen hier voor iets heel anders. Vanavond is het zover. Ziggo Dome, Star Club. Zenuwen? Ja, wel een beetje. Gezonde zenuwen, goede zenuwen. Ja, want hoe is dat nou om tijdens ADE in de grootste venue van Nederland te staan, de mooiste ook, de Ziggo Dome? Ja, heel bizar, onwerkelijk eigenlijk een beetje. Maar ja, voor alle feesten die nu worden gegeven in Amsterdam, is dit toch wel echt het feest waar ik wil staan. En dan zijn je ook nog eens een keer na Tiësto van 5 tot 6, ja, het is echt geweldig. Kom je dan ook kijken vanavond? Sta je dan op het VIP-deck of ga je je echt voorbereiden in je zone? Nou ja, ik kom wel wat eerder natuurlijk. Ik wil natuurlijk ook zien wat Thijs draait en eigenlijk wil Calvin Harris ook even horen. Maar daarvoor ben ik natuurlijk ook bezig met voorbereidingen, want ik wil wel gewoon dat mijn set natuurlijk ook perfect gaat. En hoe doe je dat dan, die voorbereidingen? Heel veel platen, vooral plaatkeuze. Kijken welke platen eventueel mogelijk zouden kunnen zijn voor vanavond. Edits maken, vocaaltjes overal tussen passen. Een beetje aftasten welke overgangen fijn zijn, ja. Ja. En dan Calvin Harris en Tiësto, zijn dat nou ook echt voorbeelden, jongens, waar je tegenop kijkt? Ja, absoluut. Kijk, Tiësto is natuurlijk een legende. Die man die is al jaren staat hij aan de top en wat hij bereikt heeft is gewoon ja, echt heel goed. En Calvin Harris is eigenlijk hetzelfde. Ja, die gast heeft zoveel hits gemaakt en, en het zijn ook allebei hele goede DJ's. Nou, cheers op vanavond. Ja. Cheers. Taxietje, brengt je lekker naar huis, kun je je lekker even voorbereiden. En dan zie ik jou vanavond, denk ik, hè? Helemaal top. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Er zijn echt rocksterren vanavond in de building. Hier in de Ziggo Dome, Tiësto en Calvin Harris. En die hebben natuurlijk een rider. Een rider wil eigenlijk een wishlist zeggen. Het betekent dat alles wat erop staat aanwezig moet zijn. En ik vraag me af, hè, als jij nou een rockster bent, wat ligt er dan in jouw kleedkamer? Hoi, mag ik jullie allebei even wat vragen? Als jullie nou rocksterren zouden zijn zoals Calvin Harris, Tiësto, de grote mannen, en jij mag een rider samenstellen, wat zou erop staan? Wat willen jullie dat er in jullie kleedkamer ligt? Jack Daniels. Maar je mag echt groot denken. Denk aan olifanten. Oh, een tijger. Een tijger in de slaapkamer. En misschien wat planten of zo? Een beetje planten. Ja. Palmboompje. Ja, want wat denken jullie dat Tiësto in zijn kleedkamer heeft? Geen idee. Als ik nou eens zeg planten. Heel veel planten. Dan denk je niet aan gewone planten. Hoe moet je aan planten? Het valt eigenlijk wel mee. Gaan jullie maar kijken. Ik ben in de kleedkamer geweest. En we staan hier backstage bij de kleedkamers. Wie zijn hier allemaal? Danny Avila, Sultan en Ned Shepard, Moti natuurlijk en Punish. Even een kijkje nemen in de kleedkamer. Er is nog niemand. En wat ligt er allemaal? Oh, vers fruit, snoepjes. Is wel leuk om even te kijken. De kleedkamer van Tiësto, die zit hiernaast. En hoe ziet je kleedkamer er nou uit als je een echte rockster bent? Tiësto. Niemand. Haha. Ja, kijk. Dit is dus de kleedkamer van de rockster. Hij is nog niet helemaal klaar. Planten. Wow, deze is gewoon helemaal gedecoreerd. Drank, flesdrank. Maar wat ik wel heel leuk vind om te laten zien, dat verwacht je niet van zo'n top DJ. Maar er zijn gewoon geurkaarsen. Ja, ze ruiken ook nog lekker. Dit krijg je dus als je een top DJ bent. Een hele ingerichte kleedkamer. Ik kan maar niet stilstaan. Ik wil eigenlijk gewoon die zalen. En ook al zijn we live, ik ben er tussenuit geglipt om lekker even te gaan feesten. En morgen zijn we er weer. Want we gaan namelijk naar de DJ Mag uitreiking in de rij. En gaan proberen
iedereen dingen te vragen. De grootste DJ's van de wereld. Dus ik hoop echt dat je dan weer kijkt. Ik ga het publiek in. Wanneer? Nou, eindelijk een hard dance event hier weer. Ik ga gewoon regelen dat ik hier volgend jaar sta met, weet ik dat ik mijn Q-dance of zo. Kom goed. Op Zender hebben we zoveel hardstyle fans. Dat gaat gewoon uitverkopen. Ja toch jongens, dat willen we. Ik ben ervan overtuigd, ik weet het zeker. Gaat je er hard voor maken? Jij gaat het regelen? Ik ga me er hard voor maken. Oké, afspraak. En dan volgend jaar dan zijn wij er ook weer bij en hopelijk gaan we weer live dan. Afgesproken. De show was niet normaal. Lasers, er kwam een ster uit de lucht met een danseres. En er zijn heel veel gezellige mensen zoals je ziet. Ik wil even lekker dansen en genieten van de show. En als je hier niet bij bent, echt.